En super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Star Stable video. En het is weer woensdag, dus dat betekent dat er een nieuwe update is uitgekomen. Maar deze keer ga ik de update niet filmen, maar heb ik iets anders leuks voor jullie. Bijna een jaar geleden maakte ik een video en toen liet ik jullie de meest dure paarden op Star Stable zien. En vandaag dacht ik ga die video eens omdraaien en ik ga jullie de goedkoopste paarden op Star Stable laten zien. Dus welke paarden kan jij kopen als je niet zoveel geld hebt? Nou, dan moet je zeker deze video gaan kijken. Nou, doe een duimpje omhoog als je heel veel zin hebt in deze video. En dan ga ik jullie dus vandaag de top 5 van de goedkoopste paarden op Star Stable laten zien. Het paard waar ik nu op zit heb ik vorige week gekocht en die was 900 Star Coins. Dus deze doet sowieso niet mee aan de video van vandaag, want die was zeker niet het goedkoopste. Maar er zijn dus echt ook wel goedkope paarden op Star Stable en zelfs 2 gratis paarden. En ook nog een heel raar paard van 25 Star Coins, maar die 3, die tel ik even niet mee. Ik tel gewoon in deze video echt de paarden die jij gewoon kan kopen. En daarvoor gaan we naar mijn home stable. Maar we gaan ook naar een speciale plek waar je deze super goedkope paarden kan kopen. En dat is namelijk bij de paardenmarkt van Ferdinand. Die heeft namelijk allemaal oude Star Stable paarden. En ja, daar zijn ze gewoon super goedkoop. Waarom ik de update van vandaag niet film is omdat ik moet werken voor mijn andere werk, Dierenpark Amersfoort. Dat is dan vandaag. En ja, dan kon ik de update niet filmen. Dus daarom maak ik deze andere hele leuke video voor jullie. Tenminste, ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vinden. Maar we zijn op de plek van onze vriend Ferdinand die allemaal goedkope paarden heeft. Want eigenlijk alle paarden die ik zo meteen ga opnoemen, die je kan kopen, kan je bij meneer Ferdinand vinden. Dus dat is wel heel erg fijn. Maar goed, het allereerste paard wat heel goedkoop is op Star Stable, wat op de 5e plek staat, is de Morgan. Oh nee, dat zeg ik verkeerd. Het is de Akkalteken. Oké, eventjes opnieuw. Het paard wat op plek 5 staat van de top 5 goedkoopste Star Stable paarden is de Akkalteken. En nou, ik sta er nu toevallig precies voor. De Akkalteken die is op Star Stable super goedkoop geworden. Want er is ook een nieuw Akkalteken paardenras. Eigenlijk alle paarden die ik zo meteen ga opnoemen, die hebben al een upgrade gehad. En daarom zijn ze heel goedkoop geworden. Zeg maar die oude versies. En dan hebben we hier dus de Akkaltekens. En ja, die zijn 280 Star Coins. En volgens mij zijn er echt niet zo heel erg veel eigenlijk van dit paardenras. Volgens mij echt maar 2. Je hebt deze goudkleurige en dan heb je deze wittige. Ja, die wittige vind ik dan eigenlijk best wel leuk eruit zien. En dan denk ik van nou, voor 280 Star Coins heb je best wel een leuk paardje. Maar ja, je kan ook echt wel zien dat het oude Star Stable paarden zijn. En dat ze, ja, kijk nou, het lijken gewoon 2 glimwormen. Alsof ze net zo uit de grond zo, woep, zo geglibberd komen. Zo glimmerig zien ze eruit. Dus ja, ik snap wel dat ze goedkoop zijn, want ze zijn niet meer de allermooiste. Maar als je een mooi paard wil hebben, dan zijn ze natuurlijk wel heel erg goedkoop. Dus op plek 5 staan deze 2 Akkaltekens voor 280 Star Coins. Dan gaan we naar plek nummer 4. En op plek nummer 4 staan de Morgans. En dan vraag ik me af, dit zijn ook Morgans. Zullen deze ook afgeprijsd zijn? Kijk, want deze zijn nog niet eens zo heel oud. Ik weet nog dat deze uitkwamen op Star Stable. Maar volgens mij is er nog een oudere variant van de Morgan. En is die heel erg goedkoop? En zijn deze volgens mij een gemiddelde prijs? We gaan het zien. Ja, kijk, helaas. Deze zijn niet zo heel erg goedkoop. Deze kosten 790 Star Coins. Dat zijn ook weer de oudere Morgans. Maar er zijn nog oudere Morgans. Ja, die kosten 790 Star Coins. Dus die kloppen niet in het rijtje. Want de Morgans die nog ouder zijn, even spieken, die kosten 260 Star Coins. Nou hoop ik natuurlijk dat ze in dit rijtje staan. Nee, dit is het ook allemaal niet. Deze dan? Zijn dit de Morgans? Nee, ook niet. Nou ja, zo'n Star Stable ze gewoon hebben verwijderd van het spel. Zo van, ja, ze zijn zo goedkoop. Die gaan we gewoon stiekem verwijderen in de hoop dat niemand het door heeft. Oké, ik heb zo'n gevoel dat ze hier tussen staan. Oké, dat zijn Oldenburgers. Misschien zijn dit dan de Morgans? Ja, Morgans! Oh, kost deze dan ook 260 Star Coins? Oh, ik wilde eentje kopen in deze video. Maar oké, op plek nummer 4 van de goedkoopste paarden op Star Stable zijn dus de oudere versie van de Morgans. Echt de meest oudere versie dus. En die kosten 260 Star Coins per stuk. Dus we hebben hier een hele mooie voskleurige. Maar we hebben ook deze. En ik was eigenlijk helemaal vergeten dat deze was afgeprijsd. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Want dit vind ik eigenlijk altijd al echt een super mooi paard. Gewoon een super mooie Morgan. Maar
Ik heb hem nooit gekocht en nu is hij dus ineens super goedkoop. Dus nou zit ik heel erg te twijfelen. Zal ik hem in deze video kopen? Nee, dat ga ik denk ik niet doen. Maar moet ik hem een keertje kopen? Laat het even weten in de reacties. Want ja, 260 starcoins, dat is gewoon bijna niks. Dat is bijna gratis. Maar ja, ik vind hem, deze vind ik echt wel heel erg leuk uitzien. Ik vind deze veel leuker dan die aquatekens die we net hadden. Het heeft echt super veel details. Maar dat hebben ze lang niet allemaal, want kijk, hier hebben we nog meer Morgans. En ja, dit zijn echt wel twee afvalemmertjes hoor, want deze die zien er niet echt uit. Nou ja, deze links is op zich wel mooi, deze Morgan. Maar deze Morgan, ja, ik weet niet wat hier precies mee is gebeurd, maar die manen, die combinatie, ik vind het gewoon een beetje raar. Maar dit zijn denk ik geen Morgans, nee. Nou, dat waren dus de paarden die op plek nummer 4 staan. Dus er zijn nog paarden die nog goedkoper zijn dan de Morgans. En ja, die komen hierna. Oké, de paarden die op plek 3 staan van de goedkoopste paarden op Star Stable zijn, verrassing, de Arabieren. Ja, dat vind ik best wel bizar, want op zich, deze zijn ook niet zo heel erg oud, want ik weet serieus nog wanneer deze zijn uitgekomen. Volgens mij was dat 2014. Misschien zeg ik het helemaal fout, maar ik weet nog dat deze uitkwamen. Toen was ik ook actief op Star Stable. En zeg maar, deze zijn dus eigenlijk nieuwer dan die Morgans en al die andere dingen die we net hebben gezien. Maar ze zijn goedkoper. Dus dat is eigenlijk echt super leuk, want hoe duur deze Arabieren zijn, ja, ze zijn 250 starcoins. En dat is echt, ik zat echt van, hè, zijn deze 250 starcoins? Dat is echt helemaal niet zo duur. Ja, ze zien er natuurlijk wel wat ouderlijk uit. Want ja, kijk, het is gewoon net een soort van halve vierkant, driehoek. Het is, ja, hij klopt gewoon niet helemaal, het paard. Daarom is hij waarschijnlijk zo goedkoop. Die vind ik ook heel vet. Maar ja, ze staan ook heel raar op hun benen. Kijk, af en toe zie je die benen zo, joehoe, zijn een beetje dronken. Kijk, hier hebben we ook nog Arabieren, maar die zijn, ja, volgens mij niet zo super goedkoop. Nou, 485 starcoins. Ik weet ook nog dat die uitkwamen. Ik heb gewoon alle generaties van de Arabier meegemaakt. Ja, want inmiddels hebben we echt veel meer Arabieren die er heel erg nieuw uitzien. Ik heb er daar twee van. Nou, hier heb je ook nog Arabieren. Is deze dan ook 250? Ja, kijk, nu zie je die beentjes. Die gaan zo, oh, nu even niet, maar kijk, ja, woe! Gaan de andere kant op. Maar kijk, ja, als je weinig starcoins hebt, dan heb je voor 250 starcoins best wel een paard wat vroeger echt mega populair was. Ja, nu zie je eigenlijk bijna niemand er meer op. Maar ja, ze zijn alsnog gewoon best wel leuk. Maar ook wel weer een beetje misvormd. Maar goed, dat is dus op de plek nummer 3. De Arabieren voor 250 starcoins. Oké, we zijn weer bij de volgende. En we zien hier allerlei soorten ponies staan. Want op plek 2 van de goedkoopste paarden op Star Stable Online zijn de, oké, dit wordt een challenge voor mij om het uit te spreken, Chikontok ponies. Yay, ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Ja, op plek nummer 2 staan deze ponies met een hele moeilijke naam. en deze ponies die kosten 230 starcoins en dat is eigenlijk ook helemaal niet zoveel. Want deze die heeft in veel deel gestaan vroeger, toen die nog duur was. En ik moet even bedenken hoe duur dat was. Maar volgens mij was die echt 700 starcoins. Het was echt bizar duur. En dat kwam omdat die knotjes in zijn manen had. En daardoor was hij extra duur. En het was ook een speciale vacht en zo. Ja, die was mega duur. Maar je had ook deze Chikontok ponies, als ik het goed uitspreek. En die waren volgens mij 390 starcoins, originele prijs. En er waren echt bizar veel mensen op Star Stable die altijd op die pony reden. Dat was wel heel erg leuk. Echt heel veel mensen hadden deze pony. Maar ja, die kost nu 230 starcoins. Ja, dat is eigenlijk ook wel super goedkoop. Er is best wel veel geld afgegaan. En het zijn gewoon, ja, alsnog wel hele leuke ponies. Ze hebben echt een super leuke vachtkleur. En voor zo'n lage prijs heb je, ja, gewoon nog een pony in je stal. Dat vind ik echt wel een must-have hoor, jongens. Een pony in je stal. Maar ik zou ook wel eventjes een geheimtje verklappen. Als je net iets meer starcoins hebt en je gaat naar die boot, daarbij Fort Pinta, heb je daar ook die Shetlanders? Wacht, anders rij ik er even naartoe. Dat is wel wat leuker. Oh, wat doet mijn pony nou? Oh, hij doet die speciale gang. Weet je wat ik zo raar vind? Je ziet die landschappen ineens heel goed. Kijk, je ziet hier heel mistval zo. En daar zie je ineens Zuiderhoef. Ik weet niet hoe dat kan. Heeft Star Stable een update gedaan of zo? Oké, we zijn bij die boot die ik bedoelde, wat ik net had uitgelegd. En ik wilde eigenlijk zeggen dat als je eventjes doorspaart, dan heb je de ponies van Star Stable die gewoon helemaal nieuw zijn. Kijk, die zien er super nieuw uit en er zijn ook geen ponies die nieuwer zijn dan dit, zeg maar van dit formaat. En die kosten 350 starcoins. Dus als je net eventjes wat meer geld spaart, dan heb je wel een pony die er eigenlijk wel, ja, een stuk beter uitziet, als we eerlijk zijn. Maar oké, terug waar we gebleven waren. Op plek nummer 2 staan dus deze drie Chikontok
ponies. Kijk, dat zijn dus deze drie. En dan gaan we door naar plek nummer 1. Naar paard nummer 1. En eigenlijk is dat een pony. Want de allergoedkoopste pony op Star Stable, dat zijn de Jorvik ponies. En er staan er al een paar hier achter mij. En die zijn het allergoedkoopst, want die kosten 200 starcoins per stuk. 200 starcoins, dat is gewoon bijna niks. En het leuke is, deze heb ik, die hier op beeld staat. Dus die zal ik straks nog wel eventjes laten zien. Maar ja, het is wel ontzettend leuk dat je voor zo weinig geld kan je gewoon een pony kopen. En Star Stable was vroeger zeg maar best duur met paarden. Dat je heel veel starcoins moest hebben om een nieuw paard te kopen. Maar op deze manier wordt het wel makkelijk gemaakt om een paardje te kopen. Want ja, ze zijn nou helemaal niet zo duur. Dus je kan al vrij snel een paardje kopen. Dat, ja, ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Maar dat is gewoon heel erg leuk. Kijk, deze hebben ook wiebelige beentjes. Kijk, woe, daar ging die hoor. Hij moest eventjes een dansje doen. Nou, dat zijn dus de Jorvik ponies. Maar er zijn er nog meer. Dus die zal ik even laten zien. Kijk, een heel imperium van Jorvik ponies. Nou, deze zijn, ja, volgens mij ook allemaal 200 starcoins. Deze, die vond ik ook heel erg leuk. Die met die vlekken, die heb ik nooit gekocht eigenlijk. Maar volgens mij was die toen ook echt best wel duur. Dat deze misschien wel 500 starcoins was. 550 starcoins. Zoveel kosten de ponies vroeger. Volgens mij de duurste. Want je had ze voor 350 starcoins, 450 en 550 starcoins. Als ik het fout zeg, moet je het even in de comments laten weten. Maar goed, het allergoedkoopste paard op Star Stable zijn dus de Jorvik ponies. Ja, ponies dus eigenlijk. Met 200 starcoins. Maar ik ben nog niet klaar. Want we hebben nog 3 bonuspaarden. En daarvoor gaan we even naar mijn homestable. Ja, want er zijn dus nog 3 paarden die nog goedkoper zijn dan de Jorvik pony die hier zo staat. Kijk, ik kan hem wel even eventjes gauw laten zien. Dit is Money Boy. Die heb ik volgens mij als derde paardje gekocht, als ik het goed zeg. Ik heb hem, ja, in ieder geval, ja, best wel lang geleden gekocht. Maar ja, je kan echt wel zien hoe die paarden op Star Stable verbeterd zijn. Want kijk hoe dit loopt. Het is gewoon een wandelende holdok. Ja, hij zweeft gewoon of zo. Ik weet het niet. En daarom zijn ze natuurlijk ook wel goedkoper. Ja, je krijgt natuurlijk ook wel kwaliteit, zeg maar, voor je prijs. Maar goed, ik zei dus al 4 keer, er zijn paarden die nog goedkoper zijn dan deze. Want op plek nummer 111, laat ik het zo zeggen, staat de Super Shire. En er komt nu een plaatje in beeld van de Super Shire, want misschien ken jij deze niet eens. Dit was namelijk een 1 april grap van Star Stable. Volgens mij was dit 1 april 2016, als ik het goed zeg. En ik had dat meegemaakt, 1 april 2016. Toen had Star Stable een mega grote Shire die je kon kopen in Fort Pinta. Hij stond in Fort Pinta, een zwarte Shire met witte manen volgens mij. En die kon je kopen voor 25 starcoins. Nou, superleuk natuurlijk zo'n mega Shire. Die wilde iedereen hebben. Maar er was één nadeel. Want je moest level 1205 zijn om dat paard te kunnen kopen. Nou, niemand op Star Stable kan level 1205 worden. Want volgens mij is het hoogste level wat je nu kan zijn is 24 of 23 of zo. In ieder geval niet in de 1000. Dus dat was natuurlijk de 1 april grap. Haha, een super grote Shire, Super Shire. En ja, je kon hem natuurlijk helemaal niet kopen. En ja, daarom tel ik hem ook niet mee in deze lijst. Want je kan hem gewoon niet kopen. Dan hebben we nog een paard wat op plek nummer 111 staat. En dat is namelijk onze lieftallige... Hoe heet hij ook weer? Party Star! Ja, ik wist niet meer hoe die heette. Dat is het verjaardagspaard van Star Stable. Die kon je toen Star Stable 10 jaar werd, kon je die gratis in het spel krijgen. Ik weet eigenlijk niet eens meer hoe je hem kon krijgen. Volgens mij moest je een code invullen. Of nee, je moest hem ophalen. In Moorland moest je hem hier ophalen. En dan had je een gratis paard. En ja, dat was toen alleen met de verjaardag van Star Stable. En nu kan je hem helemaal niet meer krijgen. Je kan hem ook niet meer kopen. Ook niet meer krijgen. Laat even in de reacties weten. Heb jij dit paard ook of niet? Ik ben heel benieuwd. Maar ja, deze tel ik dus niet mee in de lijst. Want ja, hij was gratis. En dan hebben we nog een paard die gratis is op Star Stable. Maar die heb ik zelf nog niet. Want dat is namelijk de Rune Runner. En de Rune Runner, die kan je krijgen met die missies. Ja, hier zo volgens mij. Of hier zo. Dat zijn van die missies dat je met vuur dingen moet doen. En je moet over obstakels heen springen. In ieder geval, je moet superveel missies en opdrachten doen. En als je dat allemaal hebt gedaan en je hebt ze allemaal goed, dan krijg je dat paard gratis. Alleen je moet zo superveel doen voor dat paard. Ik ben nog niet eens op de helft. Volgens mij ben ik nog niet eens op een kwart. Want je moet heel erg veel doen voor dat paard. Oh, laat even in de reacties weten of jij dat paard hebt of niet. Nou, ik heb hem dus nog niet. Maar ik hoop wel dat ik hem ooit kan gaan halen. Ja, en dat was dan eigenlijk de top
5 van de goedkoopste paarden op Starstable. Laat even in de reacties weten wat voor lijstje jij de volgende keer wil zien. Of top 5. Top 5 mooiste outfits of top 5 goedkoopste kleding. Ik zeg maar wat. Laat even weten in de reacties wat jij de volgende keer wil zien. En doe een duimpje omhoog als je deze video heel erg leuk vond. En ben je nog niet geabonneerd? Druk dan op de rode abonneerknop, want dan blijf je op de hoogte van de nieuwste Starstable video's. En ja, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video heel erg leuk vonden. En tot in de volgende video dan. Doei doei!